Oké, dit is trainer Tom. Ik ga het vandaag hebben over de sumo deadlift en met name de voorbereiding voor die oefening. Ik zal hem ook wel doen hoor, maar het gaat vooral over de voorbereiding. Bij de sumo deadlift sta ik wijdbeens. Ik zelf kan heel wijd staan doordat ik heel veel open kan draaien in mijn heupen. Dus ik heb een soepele heup. En andere mensen moeten misschien wat smaller staan. Ik pak die stang beet. En als ik nu ga beginnen, dan probeer ik voordat ik begin met tillen de schouders naar achter te trekken, de borst hoog te houden. En bij een sumo deadlift is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk in lijn omhoog gaat. Dus in deze beweging gebruik je veel meer benen en bilspieren dan bij een smalle conventionele deadlift. Je kan ook de greep wisselen in een wisselgreep en exact hetzelfde doen, alleen je snapt al dat je dan het liefst ook die greep afwisselt. Oké, dus in de setup zet je je voeten stevig neer, ga je naar de stang, pak je de stang beet en gooi je de schouderbladen en de borstkas goed open en start je van daaruit de beweging van de deadlift. Dit was eventjes iets over de voorbereiding bij de sumo deadlift, heel specifiek voor sumo is wijdbeens. En verdere tips in het kanaal van SportQuest over allerlei oefeningen. Succes!